Dit is het loopje wat Katelijn en ik iedere dag maken. En ik wil jullie vandaag laten zien waar wij vergaderen. Je weet, we kunnen niet veel vertellen over de inhoud die we bespreken aan tafel. Maar we kunnen in ieder geval wel laten zien waar we met elkaar spreken en waar het de komende weken allemaal moet gebeuren. Dit is het. Dit is de stadhouderskamer. Het is misschien wel de mooiste kamer die de Tweede Kamer heeft. Het is de werk- en ontvangstkamer van stadhouder Willem V. Toen de Tweede Kamer nog in de oude zaal zat, dat is hier aan de overkant, zaten de ministers en de staatssecretarissen voor en na het debat en in schorsingen konden ze hier verblijven. Dit is de plek waar Katelijn zit. Hier mag ik zelf zitten. Aan het hoofd natuurlijk Edith Schippers. Hier de collega's van de VVD, het CDA. En daar de collega's van D66. Dat weet ik eigenlijk niet waarom deze placering is gekozen. Misschien heeft Edith daar heel erg over nagedacht. Nee, ik zit nu te bedenken hoe dat is gebeurd. Waarom dat is... We zijn gewoon ooit zo gaan zitten. Maar wij kwamen als laatste binnen. Dus ik weet niet of zij ze al op een plek had gezet, dat er nog maar één plek voor ons over was. In het weekend voordat de gesprekken begonnen, heeft de formatiestaf zeg maar dit afgeplakt. Voor te zorgen dat we hier een beetje in privacy kunnen zitten. Want anders kan je hier nog naar binnen kijken, als het ware. Dus je kan hier heel rustig, ongestoord vergaderen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Alexander heeft natuurlijk een kunstgeschiedenisachtergrond. En dat is wel grappig, dan zeg ik over iets, zeg ik, dat ben je het bokje, zei ik. En dan wijst hij gelijk achter mij. En dan denk ik, waar zit je nou naar te wijzen? En dan is daar het bokje. Oh, ik heb nog één leuk detail, denk ik. Moet je even onder tafel. Mocht het stuk lopen, zeg maar op ergernissen onderling, dan komt dat denk ik door deze blokjes die hier hangen. Er zitten van die blokjes en daar zit je iedere keer met je knie tegenaan. En die moeten hier dus eigenlijk opgeschoven worden. Ergens. Ik kan het nu bijna blind doen. En er zat een stukje duct tape opgeplakt. Maar deze heeft het dan weer losgelaten. En nu verdenk ik dus een van de andere mensen ervan dat ze dat hebben gedaan. Om dan mij maar te irriteren dat hij iedere keer tegen mijn knieën zit. Zo doe ik dat dus ook bij anderen. Dus een keer het tapeje eraf halen. Ja, dat zijn de problemen van een onderhandelaar. Tot zover deze update.